In een uithoek van Maleisië hebben voor de tweede maal 16 Vlamingen en Nederlanders een afspraak met het avontuur van hun leven. Zij gaven zich op als vrijwilliger om gedropt te worden op een onbewoond eiland. 47 dagen zullen ze aan hun lot worden overgelaten. Tot er één winnaar overblijft. Dit is Expeditie Robinson. Dit is hun verhaal. Bij het begin van deze tweede expeditie, 4 dagen geleden, voelen de expeditieleden onmiddellijk dat het zwaar wordt. Met een vlot moeten ze hun eilanden bereiken en bij aankomst krijgen ze maar 1 bijl en 2 lampen om zich door de eerste dag te worstelen. De tweede dag wordt er extra gereedschap gedropt, maar Kamp Noord vindt de zak niet. Kamp Zuid heeft wel succes en beschikt nu over gereedschap, bloem, rijst en enkele blikjes. Maar geen van de kampen heeft vuur. Al vanaf de eerste dag probeert Zuid vuur te maken, tot het hen de 4e dag lukt. Kamp Noord wint 15 lucifers bij de eliminatieproef. De oplossing voor een van hun eerste grote problemen. Noord is euforisch, maar Hilde zorgt voor een eerste crisis in het kamp. Zuid moet door het verlies van de proef naar de eilandraad, waar Koenraad en Lopke elk 4 stemmen krijgen. Het lot beslist en Lopke verlaat als eerste de expeditie. Op het eiland Lima staat voorlopig nog alles in het teken van het overleven. Kamp Zuid trekt steeds dieper het eiland in op zoek naar wat het te bieden heeft. Maar dat blijkt niet veel te zijn. Iets gevonden! Een grote rots met een aantal groene plantjes erop. En daaromheen een hele grote zee. Zo zou ik hem het best omschrijven, denk ik, dit eiland. Alle varianten van slakken hebben we, maar het is wel niet reuzenformaat, hoor. En die kleine beestjes. Op hun eiland Simbang vinden de mannen van Kamp Noord wel voedsel. Shit. Laten we de tak niet breken, man. De stemming is er dan ook optimaal. Vooral bij Richard. Fantastisch. En het mooiste daarvan is nog, je moet je eigen voedsel zoeken. Ik hou ervan te weten wat het is hoe mensen vroeger een potje bij elkaar moesten rapen. Dat vond ik fantastisch. Dus dat heb ik al van mijn leven eens uit willen proberen. Dat is het beste. Nee, dat is perfecte mundo. Het houdt ik gewonnen heb. Dit mag. Het is lekker. Mango, dat, dat je één stukje mango eet en ze er gewoon terug bovenop veel de weg precies. Ja, ik vind ik zoiets hebben van ik zie echt niet zitten van je maag die klimt helemaal weg. Weet al wat kokos? Die kokos worden helemaal lijf. Ik kan niet meer binnen. En dan zo één stukje mango en zegt zoiets van dat is goed. De vrouwen van Simbang blijven in het kamp om het vuur aan te houden. We moeten wat klein hout erop, want het gaat weer uit. Weer? Hilde probeert te helpen waar ze kan. Die loopt ook steeds langzaam. Het vuur was bijna uit. Hilde mist de kinderen heel erg. En dat is ja, logisch. Een moeder moet de kinderen toch missen? Ik heb in 15 jaar tijd heb ik nooit mijn familie alleen gelaten, laten staan in een dag. En nu zit moeder hier op een eiland, te verhongeren, geen slaap,
We hebben niks van comfort. Ik weet dat ik moet eten. Ja. En normaal eet ik thuis alles. Maar als ik die kokos nog maar vastpak, dan moet ik al kokhalzen. Ja, ken je dat kokhalzen? Ja. Dus ik hoop dat we echt wel rap iets anders krijgen. In het andere kamp is er ook een buitenbeentje. Koenraad, de kinderchirurg. Terwijl iedereen ligt te rusten, gaat hij zijn eigen weg. Is hij nou die boomstronk aan het meenemen of iets anders? Ik denk dat hij dat hout aan het verzamelen is voor het vuur. Oké. De houding van die man is zo onwerelds, vind ik. Met momenten, als ik hem zie staan, zo, dat gebogen rugje zo. Doe mij een beetje voor als de professor die niet echt verbonden is met de aarde. Zo. Er zit te weinig emotie in, er zit te weinig gevoel in. Het komt allemaal uit het hoofd. Lekker om te eten deze slagjes. En er zit echt heel veel vlees in. We moeten het alleen vers houden, tot en wanneer we het vuur hebben. Ik durf niet zeggen dat het intellectueel niveau van deze groep te laag ligt. Voorlopig durf ik dat nog niet zeggen. Maar aansluiten bij hun gespreksonderwerp is voor mij heel moeilijk. Dan zit ik erbij en smile ik mee en ik luister dus eigenlijk. Maar zonder dat het ook mijn moeite kost. Want als het mij moeite zou kosten, zou ik mij afzonderen. Ja, die wordt nou al kaal. Ja. In Kamp Noord komen Gwan, Richard en Jan terug met de mango's. Nou, daar strijk ik de vlag even voor, jongens. Hè? Wel. Rijp of niet rijp, vreten ze gewoon op. Niet allemaal. Zijn ze zo zuur nog? Hilde stort zich op het verse fruit. Oeh, zuur? Oeh. Dat is zo goed. Het is nog niet erg, maar hij is ook niet zuur. Ik ben wel blij dat ik een beetje suiker heb. Ik voelde me echt op een gegeven moment, ik lag op dat luchtbed, ik kon mijn ogen gewoon niet meer opbouwen. Dat was mijn enige lichtpuntje, moet ik zeggen, vandaag. Mag ik er nog één of niet? Voor mij pak neem je ze allemaal. Ik ga er nog één pakje dan, man, echt waar. En nou een flinke kokosnotje, ja! Dan komt er alles terug uit. Dat zijn van die mensen, die hebben voor iets gekozen. En die denken dat ze op avontuurtje zijn. Pak nu dat die alleen kokos zijn. Ja, dan moet je van kokos leven. Maar je hebt ervoor gekozen. Je weet dat je naar een eiland komt. Wat er is, dat weten we niet. En met ba, 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 ba. Dan kun je beter de boot pakken. Ik heb naar huis. Want ik ga voor je geen bustek zoeken. Ja, dat is logisch. Dat is heel persoonlijk. Die mensen hebben dat verkeerd ingeschat. De volgende ochtend waakt Richard bij het vuur. Het ontbijt van Simbang bestaat uit schelpdieren en mango's. Er ligt een chocopietje, dat je moet opeten. Mijn hele leven. Maar dat is niet voldoende om Hilde er bovenop te helpen. Ze heeft weer een slechte nacht gehad. Ik heb heel de nacht constant gedacht. Ik denk toch niet dat ik hier. Dat ik hier nog wil blijven. Nee. Zuur. Dat is ook een gewoontebeestje, Hilde. Dus hard werken in de bakkerij. En hier komt ze aan. Ze lust geen kokosnoten. Ze slaapt heel slecht. Mijn dochter zei nog. Vlak voor ik vertrok van mama, weet hoe, als je terugkomt, begint alles. Hè. Alles begint hier terug. Hè. Je moet keihard erin vliegen. Hè. Blijf toch zo lang mogelijk op je eiland. En dat ga je altijd maar terug en terug. Hè. En toch weet ik dat ik dat niet kan. Ik voel dat ik hier ga sterven. Ik ben hier gewoon weg. Ik was gisteravond echt zo ver dat ik echt dacht van ik ga hier achter zo rot staan. Ik denk niet dat iemand zal begrijpen
hoe slecht dat ik mij hier voel. Hilde zit psychisch totaal aan de grond en verdere deelname aan de expeditie is onverantwoord. Ze krijgt de toestemming het eiland te verlaten. Ik ga weg zonder afscheid te nemen. Hoi. Ik ben echt niet geboren. Dat moet goed. Ik had het gevoel dat ze psychisch er door ging zitten. En als je heimwee krijgt, is dat denk ik net zo erg als een ziekte. Ja. Mijn gedachte is ze naar hier gekomen voor te vluchten. Denk ik. Het is wel mislukt. Eenmaal de straat over en dan... Ik denk die kan haar gezin geen moment missen. Denk ik. En doe het goed. Sorry, hè. Dag allemaal. Bye-bye. Dag. Dag. Hey, een goede busdek voor mij, hè. Ja. Dat is verhuisd. Ja, die werd hier helemaal gek. Op Lima weet Kamp Zuid niets van het vertrek van Hilde. Ze maken een van de laatste kokosnoten van het eiland open. Zometeen is er immers de eerste confrontatie met het andere kamp. In de eerste Robinson-proef valt er iets te winnen. De kokosmelk moet voor extra kracht zorgen. Een aperitief. Eten geen verkeerde prijs zijn. Ik vind dat mannen meer moeten eten. Ik kom er helemaal. Ja, het is helemaal groter, nee. Volgens mij is het groter. Hier pak deze. Thanks. Ook Simbang maakt zich op voor de Robinson-proef. Nou, wie is de volgende? Wie is de volgende? Richard heeft besloten dat zijn teamgenoten dringend wat krachtvoer nodig hebben in de vorm van levende sprinkhanen. Kijk, dat is lekker. Probeer, hè. Ik pakte gewoon dat ding, stop hem in mijn mond en ik voelde hem nog bewegen. Fantastisch. Ja, wat smaakt het nou? Een beetje takkerig. Ik had toen nog stukjes kokos in mijn mond en met een beetje water. En, ja, dat was mijn eerste krekel. Nou, dat is het, hè. Ze is gedoopt. Een officiële wilde geworden. Nou moet iedereen het. Ja. Nou moet ook jij. Nee, jij doet het niet? Nee, ik doe wel gewoon nog even. Ik ben toch vegetariër, dus ja. Ik hou dat nog wel even vol. Ja, mooi. Ik voel al die eiwitten door mijn lichaam. Oh ja hoor. Ja? Te voelt de eiwitten door de lichaam spurren. Dan ga ik het ook eten. Met of zonder eiwitten, Noord is vastbesloten de Robinson-proef te winnen. En dit niet alleen omdat er een prijs te winnen valt die het leven op het eiland aangenamer maakt. Het is echt ongelooflijk voor de moraal. Toen we de laatste proef wonnen, niemand voelde nog honger, niemand voelde nog vermoeidheid, alleen maar blijdschap. Ik hoop dat we vandaag iets heel lekkers winnen. Bijvoorbeeld een barbecue voor ons allemaal. De twee kampen worden naar het confrontatie-eiland gebracht voor het eerste duel. Maar vandaag zal elk expeditielid het ook tegen zichzelf moeten opnemen. Want er wordt getest hoe ver ze willen gaan om te overleven. Wat gaan we doen vandaag? Wij hebben een aantal lokale specialiteiten voor jullie verzameld. Eén deelnemer van elk team neemt plaats aan dit rad. Ik geef er een draai aan. En wat er voor je komt, eet je zo snel mogelijk op. We gaan net zo lang door totdat jullie allemaal aan de beurt zijn geweest. Bijzondere proef vandaag, met een prachtige prijs ook. Deze duikset, voor de winnaar. Met daarbij een visfuik, een zogenaamde boeboe. Daarmee kunnen jullie hopelijk wat vis vangen. Eerste die gaan staan. Melanie. Mel. En Christine. Oké, Mel. Go. Mel kan dat. Naast kakkerlakken, larven, Maleisische bijen en wormen liggen op het rad ook twee zoetigheden. Als de expeditieleden geluk hebben, stopt het wiel daar. En start. Kom maar, Christine. Kom op, Mel. Heerlijk. Proteïne. Power. Mel, ja, spaghetti. Spaghetti, Mel. Oké. Bolognese, zo snel mogelijk. Ja, zo min mogelijk. Ik heb tijd zat. Tijd genoeg. Kom maar. Go. Zwaalgen. Hattie, spaghetti. Kom maar. Goed zo, heel goed. Ik ben klaar, hè? Ja! 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 Ja!
Ik ben eigenlijk Hey! Yeah. Ja! Hey! Ja! Okay, goed zo. Go. Lekker! Team Zuid 1 punt. En Team Noord 1 punt. Nathalie. En Jennifer. Kom op. Ja, het is er. Yes! 2 minuten. Blaadje ook, het blaadje. Je hebt 2 minuten. Lekker nou. En top. Dat zijn bijen die zijn heel goed voor de interne hitteverwerking. 2 minuten. Zijn ze dat Jan of liggen nog meer? Oké. Okay, dat zijn wat larven, of maden. En die zijn heel goed voor de potentie, mochten jullie dat nodig hebben. Oké? Okay? Oesters. Rustig aan, meisje. Het schrikt er ook wel af. Mijn geest was in de lucht ergens. En mijn lichaam was op de grond. En ik dacht gewoon, hapslik weg. Ja, perfect. Na 4 rondes is de score gelijk. 4 voor Team Zuid en 4 voor Team Noord. Nou, jullie hebben geluk gehad. Een stukje taart. Goed, hè? Oké, ik ga gaan zitten. Prima. Kom eens lekker tussen voor mij. Tamarinde. Beetje bitter, maar ook absoluut eetbaar. Eet smakelijk. Heel graag. Ik ga het erin. Zout. Oh, hij ligt er dan. Ja! Spannend. Laatste 2 deelnemers, Koenraad en Richard. Kom op. Yes! En dat is een kleine octopus eigenlijk, hè? Hmm. Zeer eetbaar, hoor. Ja, dat wil ik. Eet smakelijk. Ja, kan niet wachten. Goed kouden. Het heeft nog tijd. Ik had er niks over geslagen. Nee, echt niet. Ze waren allemaal lekker. En ik had liever die krekels gehad of was dat als dat ding tussen. Echt alles. Ja. Geweldig, man. Lekker dan toch. Prachtig, jong. Laat je tong zien, De devil. De exorcist. Yeah! Oké, na 7 rondes is de stand nog altijd gelijk. Dat betekent dat we het volgende gaan doen. Team Zuid en Team Noord. Jullie mogen allebei iemand kiezen van het andere team die deze overheerlijke kakkelakker gaat eten. Wie ze het eerst allemaal op heeft, wint. Ja, zilver. Team Zuid, wie hebben jullie gekozen van Team Noord om te eten? Jennifer. God, dat was ook een verrassing, zeg. Team Noord, wie hebben jullie gekozen van Team Zuid? Christine. Oké, pak allebei de kakkelak in jullie hand en ga op jullie posities. Ik zie dat het was nog 85. Het is gewoon heel goor. Ik had gezegd thuis, wat er ook gebeurt, ik ga niet die verschrikkelijke smerige rotbeesten opeten.
Ik vind het zo verschrikkelijk vies. Jullie mogen één voor één eten of allemaal tegelijk. Jullie kunnen zelf kiezen. Maar ik ga letten op zelfs de pootjes die op jullie tong achterblijven. Zijn jullie klaar? En start. Sim, kom. Wat smaakt het? Ik zat nog te denken, als het nou maar naar iets smaakt, die er juist smaakt naar een dropje, of denk dat het naar iets, naar een chipje, het smaakt gewoon naar een kakkerlak. Je moet naar de beste kiezen. Als je moet, hij staat naast je. Oesters kan je ook eten. Kom door, een pannetje. Nee. Gewoon gaan zitten. Blijf zitten. Zo ontstaat het goor en vies. En je staat gewoon eigenlijk tegen je zin en sta je dat in je mond te proppen. Nou, dat is gewoon afschuwelijk. Ik vind alles weg. Door dat spul, die zijn hartstikke droog. Ik had ze allemaal in mijn mond, ik had ze allemaal fijn gekoot. Ik kreeg het niet doorgeslikt. Ja, nou, ze zijn op. Weggespoeld. Ik heb de zandsmaak nu, dus het valt wel mee. Maar hier en daar hangt nog een pootje volgens mij. Jennifer, je hebt voor je team deze duikset gewonnen. Yes! En natuurlijk, voor op de boot, een visfuik. Ja, geweldig. Jennifer wil met de gewonnen duikbril op zoek naar het gedropte survivalpakket. Dat werd enkele dagen geleden door een helikopter in het water gedumpt. Naast wat voedsel zat er ook materiaal in. Ja, we hebben hem daar voor het laatst gezien. Daar. En dan ongeveer bij dat uitstekende rotsje, okay. Zeg maar. Okay. Go find the trophy. Ja. De vrouwen van Kamp Zuid trekken naar de andere kant van hun eiland. Ondanks de honger genieten ze even van het idyllische moment. Dat je echt minder energie hebt en dat je... En daarjuist, Christine ook, hè, als we van het strand afkwamen om ons aan te kleden om naar hier te komen. Ik ging recht staan en zo... Ja. Oh. Alles kost 10 keer veel, 10 keer meer moeite dan normaal. De mannen van Zuid zijn in het kamp gebleven. Ze voelen hun krachten wegvloeien. We worden vermoeider. Je kunt het zien, iedereen heeft vaker rust nodig. We kunnen niet meer zo hard werken zoals in het begin. We hebben natuurlijk grote mannen erbij, ja. We verdelen het eten gewoon echt in 7 porties op. Iedereen krijgt precies evenveel. En ik denk dat de mannen, die gewend zijn sowieso nog meer te eten dan wij,
ja, dat daardoor lichamelijk nog wat zwaarder kreeg. Het is wel overleven, ja. Oh, niet op straat. Op Simbang blijft Jennifer zoeken naar het materiaal uit de survival kit. We hebben een lege kist gevonden en ik denk niet dat we daar aan toekomen om te vinden wat er eigenlijk in zat. Want het is gewoon niet het is het niet waard. Het is echt gevaarlijk. Helemaal niks, een lege kist. Je wordt tegen die rotsen aangeslagen, die branding en die is veel te sterk. Het is alleen maar keien en het koraal. Ik lig helemaal open. Je ziet, je wordt alleen maar tegen die rotsen aangeslagen, aan alle kanten. Shit, hè? Ik maar opgeven, zie. Ja. Hey, dit is geen veilig. Ja, niet, het is dit. Ook op Lima is er een gewonde. Nathalie heeft op de rots haar voet gesneden. Ja, wie vindt meer een beetje wat van EBO van? Koenraad is chirurg en dus wordt zijn hulp ingeroepen. Ik heb alleen maar zelfmoordkameraden moord. Koenraad. Oh, Koenraad, ja. Oh, die zit in dingen. In de brand. Die is chirurg. Nee, die zit... Nathalie heeft een vrij diepe snee in haar voet. Ja? Ik heb er al een beetje naar gekeken. Ik heb er niet zoveel verstand van. Ik denk dat het niet gehecht hoeft. Maar ga je eens ik even zal kijken? Ik eens even kijken, nee. Ik heb er nu van een schoen gemaakt met dat toch. Ga eens kijken. Dus we zijn blij dat je er bent. Heel het kamp stond me eigenlijk wat op te wachten van daar komt de dokter eigenlijk en nu kan de verzorging beginnen. God ja, het gaf mij wel even terug het gevoel van ja, ik ben eigenlijk hier de dokter. Hij need some help. Met die hond had hij ook wel. Ik zou daar niks aan doen. Dat is een nee. Ik zou daar niks aan doen. Gooi een pleister erover. En ik heb in de tijd sneeën gehad, 2 keer zo groot. Onder mijn voet. Maar ik denk, het is niet de lengte, hè? Anton, het is wel de diepte, hè? Nee, het is ook niet. Ik zou het zo laten. Ja? Maar de bijdrage van Koen wordt ook nu niet echt gewaardeerd. Ik weet uit ervaring dat je er best mee uit water blijft. Om die wonden te laten toegroeien. En dan ging hij vertellen, gaf hij mij als advies, zo van, gaat er maar veel mee in het water lopen, dat kan geen kwaad. Ik denk niet dat het de moeite loont om dat te doen. Ik wil een keer goed kijken, met een keer. Ik zal het eerst verwarmen, het mes. Ik ga eerst met het schaartje een zware staart knippen. En moet er geen dingen in? Op Simbang zit Richard de volgende ochtend alweer te waken bij het vuur. Ik begin nou echt gek te worden. Omdat ik zodra ik mijn ogen dicht doe, dan droog ik over het eiland. De hele tijd dat ik van die rotsen afval. Dat ik loop en dan, weet je, dan staan er weer tussen je slaap. En ik heb over jou gedroomd. Dat bestaat niet. Ja, dat bestaat niet. Even opdrogen bij het vuur. Ja. Nee, maar blijf maar zitten. Ik ga wel hier. Ik vind Richard een gouden kerel. Dat is echt ongelooflijk. Die zorgt voor eten, die zorgt voor hout. Die lult niet, die doet. Dat is er volgens mij in de hele wereld maar één van. We zijn dezelfde, hè? Jennifer en ik. We staan ze morgens al op, we zijn direct aan het vuur bezig. Dit. Zelfde ideeën. Pittige vrouw. Richard en Jennifer zijn onvermoeibaar. Erik, de oudste van de groep, doet het rustig aan. En dat accepteren de meeste kampleden. Gewoon zoeken dat hij vanaf niks wil. Hij doet het allemaal op zijn eigen ritme. Dat hebben we ook afgesproken in het begin, dat iedereen het op zijn ritme ging doen. Als hij rust nodig heeft, dat hij het gewoon zei tegen de groep. Ik heb meer energie nodig om eventueel een aantal weken door te komen dan die jonge Tarzanen die daar zitten. Nou, dus ik moet het goed verdelen. Dus ik ga gewoon niet tot het bodem van mijn fysieke kunnen. Maar niet iedereen is het eens met de rustige aanpak van Erik. Vooral Jennifer vindt dat leeftijd geen excuus is. Nou, Erik is 20 jaar ouder dan ik en ik ben 20 jaar ouder dan Mel. En Mel en ik doen hetzelfde. Dus ik vind dat op dit moment helemaal geen rol spelen.
Je moet niet als excuus gaan gebruiken dat je bepaalde dingen niet gaat doen omdat je oud bent. En hij helemaal niet, want hij heeft gezegd, ik ben powerlifter en ik kan 135 kilo bankdrukken. Nou, dan kan je een heleboel andere dingen ook. En anders dan moet je maar net zo zijn als de olifanten. Als die oud zijn, blijven ze toch ook achter? Kamp Zuid wil zuinig omspringen met het schaarse brandhout dat op Lima te vinden is. Daarom maakt Pieter met de hulp van Koenraad een oven. Ik moet even flinke steen hier bovenop leggen. Van je grote platte steen. Stenen onderop en dan een piramidetje bouwen, gat bovenin. Vuurtje onderin, dat zou heel lang moeten kunnen blijven branden. Ja, die rookt al, joh. Melk is het ook goed. Moet je nog iets zacht zijn om erop te doen? De oven werkt. Zuid heeft het survivalpakket wel uit zee kunnen vissen. En met het meel dat daarin zat, maken ze nu pannenkoekendeeg. 3 om 3? 3. Ja, 3 schepjes meel en dan beginnen we met 1 schepje water. Kom maar. Er is zo weinig meel dat er strikt gerantsoeneerd moet worden. En vooral de mannen hebben daar last van. Ik denk voortdurend aan lekkere dingen, aan puntzakken erop en potten, ijs, noem maar op. Ik merk wel, omdat ik lang ben, dat ik meer wil eten dan de rest. Kijk, kijk, zie je het sissen daar? Ja, je gaat brabbelen. We hebben een bakplaat van. Wij zijn heel gelukkig met één pannenkoekje, zoals we dat noemen. Normaal iemand eet 's ochtends 5 pannenkoekjes. Wij eten 1 pannenkoekje met z'n 7e. Dat is weinig. Oh, dat ziet er wel lekker uit. Nou, we gaan er gewoon opeten nu. Meteen maar een eindje maken. Weer met z'n. Maar het is het eerste stukje, hè? Hé, lekker. Lekker, goed hoor. Heel goed, heel goed. Op Simbang is het vlot weer, zoals elke ochtend, losgeslagen. Al enige tijd wil Jennifer het afbreken, maar Erik wil dat niet. Ik vind dat we dat vlot zo snel mogelijk aan stukken moeten hakken en moeten gebruiken. Nog niet. Waarom niet? Elke ochtend hebben we gekloot met dat vlot. Dan moeten we zorgen dat we elke ochtend geen gekloot hebben met dan moet je een afspraak maken met de zee dat die 's morgens de vlot laat liggen. Ja, precies. Of niet zo hoog, het strand op. Hij is heel goed in voorstellen doen en andere mensen ze laten uitvoeren. Maar als je hem nu loslaat... Is... Je wordt een beetje betutteld. Het is net alsof je een klein kindje bent waar hij altijd tegen aan het praten bent. Hij moet ook altijd alles uitleggen van daar is de zee, hier komt het naartoe drijven. Dan pak ik het op, dan mag jij het vervolgens. En dat begint op een gegeven moment heel erg vervelend te worden. En we gaan nu proberen om hem vast te leggen. Zorg dat hij niet weg, want we hebben en geen brandstof en geen vlot en niks. Volgens mij was het de bedoeling om dat vlot gelijk als we aankwamen te gebruiken voor een hutgebouw. En dat hout te laten drogen voor brandhout. Dat is niet altijd wat de bedoeling is. Of kapot maken de rotting. Het vlot laat ik voorlopig even gaan als een hondje aan een touw. En dan kunnen we later beslissen wat we ermee gaan doen. Vandaag is er weer een nieuwe confrontatie tussen beide kampen. De eilandbewoners zijn dan ook behoorlijk gespannen. En dan blijkt Koenraad ook nog onvindbaar. Jongens, ik begin me toch een beetje zorgen te maken over Koenraad. Ja, dat niet, maar... De eliminatieproef zal uitmaken welk kamp iemand naar huis moet sturen. Maar het team moet voltallig zijn om de confrontatie aan te gaan. Ik denk dat we zo toch maar even op zoek moeten gaan. Ja. Want het duurt te lang. Ja. Ik word er een beetje bang van, hoor. Ja, ik ook. Aan het denken dat het gebeurd is, joh. Nu de koekersnoot. Ja, of we gaan het even opsplitsen. Eentje die kan op, of één staal die kan op, één staal die kan op om te gaan zoeken. Want, dat moeten we sowieso zomaar doen, want straks ligt hij ergens tussen de rotsen, joh. Daarom. Ja. Nooit alleen weg. Nee.
zeker niet zonder iets. En helemaal niet, nee, zonder iets te zeggen. Normaal rolt hij zijn ding altijd op, joh. Dat is zo. Zijn spullen. Hij is altijd zo perfect, ja. Dan rolt hij netjes op dezelfde manier. Plots duikt Koenraad op, van achter de rotsen. Allemaal vroeg op. Ja, Koen, jong, we worden ongerust, hoor. Koen, we gaan ongerust, we moeten op. Wij moeten niet binnen 5 minuten weg. Je stapt op het strand en je stapt op de rotsen en je denkt van, de zon komt aan de andere kant van het eiland op. Dit is het moment om te gaan kijken. En ik had er zo van genoten dat ik was blijven zitten. Luister, we hebben afgesproken dat als we van het strand af gaan, de rotsen op, dat we altijd met z'n twee gaan. We moeten proef gaan doen, want je bent zo moe nu. Hey, kom maar, joh. Ik ben zo klaar. Het feit dat ze ongerust waren, geeft u natuurlijk een gevoel dat je erbij hoort. Ik denk, je mag die man een lap voor zijn kop geven. Die gaan zeggen, wat is er nou gebeurd? Nou ja, kom maar. Zo geflikt. Ook Noord maakt zich op voor de eliminatieproef. En Erik beseft dat die belangrijk wordt. Het enige wat natuurlijk in deze situatie wat wrang is, is dat we Hilde hadden bestemd als kanonnenvuur. Dat had ze zelf ook gevraagd. En nu, als we verliezen, gaat een van deze hechte groep weg. Beide kampen worden opgehaald voor de tweede confrontatie in de afvalrace. Niemand wil nu al van het eiland vertrekken. Maar dan moet er een loodzware proef gewonnen worden. Welk team zal als snelste door deze stormbaan gaan en daarbij een 4 meter hoge muur overwinnen? De meeste slachtoffers die zullen hier vallen bij deze muur. Hij is 4 meter hoog. De laatste, en alleen de laatste, die mag het touw gebruiken. Het team dat als eerste de eindstreep haalt, wint en hoeft morgen niet naar de eilandraad. Veel succes. 3, 2, 1, start! Yeah.
niks aan te doen. Dat is waar, Tonne. Kill, kill, kill! Laat je dat niet op. Nee, dat ging niet. Dat is waar. Verkeerd ingepland. Maakt niet uit. Toen we aan het klimmen waren, dacht ik, we zijn er. Ik was boven. Toen keek ik even naar links toe. En ik zag Team Noord zag ik aardig stuntelen. Kom op, nee! De muur zou voor ons het zwaarste worden, dat wisten we. Omdat wij geen lange mensen hadden. Bij die andere groep zit Pieter en er zit nog een zo'n lang kring. En wij hebben alleen maar relatief korte mensen. Gefeliciteerd. Wie van jullie neemt hem? Tessa. Martijn! Ik was enorm blij. Had er iets met die proef gebeurd, dan lag ik eruit. Dat was zeker. We hebben verkeerde strategie met die muur bouwen. Ja, ja. Vind je verkeerd. Maar ja, de eerste keer heeft hij ons geholpen. De volgende keer doen we het anders. Ja, ja, dat kan niet. Tuurlijk. Door de vrouwen als eerste de muur op te laten gaan, heeft Noord de proef verloren. Die strategie kwam van Gwan. En met name Erik blijft lang doorzeuren over die verkeerde keuze. Op het eiland heeft hij toch iedere keer een beetje laten doorschemeren. Maar ietsjes te veel dan normaal een teleurstelling van... sorry gewoon van jouw verkeerde techniek. Maar ja, we hebben het als groep verkeerd gedaan. Kamp Noord heeft de eliminatieproef verloren. En moet iemand naar huis stemmen. En toeval of niet... Erik begint alsnog het vlot af te breken. Daar had hij zich halsstarrig tegen verzet de afgelopen dagen. Ik denk dat hij een vermoeden heeft dat hij veel stemmen gaat krijgen straks. En dat hij dat nu probeert te recupereren met het vlot. Er wordt wat minder met me gesproken. Er wordt wat om me heen gelopen. Dat gevoel komt uit kleine dingetjes. Jennifer, die heel open tegen me was, die ineens luikjes laat zakken en om me heen loopt. Iemand moet weg. Iemand moet weg, dat is het probleem, hè. Dat is het grote probleem daarvan, hè. Wie? Dat kunnen we allemaal zeggen. Wie gaat weg? Nou, jij gaat niet weg, hoor. Ik twijfel persoonlijk aan als ze meestemmen. Het is mogelijk, maar... Ze hebben mij nog een beetje nodig. Ik denk dat ze mij nog een beetje nodig hebben. Stop maar even in, hoor. Er is niemand waar ik eigenlijk niet mee opschiet. Of niemand die ik zeg van, oh god, dat redt hem weer. Nee, niemand. Dat is heel moeilijk. Ik ga stemmen op Gwan. Ik denk dat hij een groot stuk egoïsme in zich heeft. Ik ga op Erik stemmen. Dat vind ik is echt een hele wijze man. Maar voor de groep denk ik dat het beter is dat hij dan is. Jullie zitten hier natuurlijk omdat jullie de eliminatieproef hebben verloren. Richard, jij bent hier in ieder geval dolgelukkig, hè? Ik ben altijd gelukkig, zonder problemen. Ja? Ja, dat is... Hoe vergelijk je dat met het dagelijks leven? Hier ben ik vrij. Gelukkig, geen gezaag, niks. Ik ben echt gelukkig. Mijn oren suizen ervan zelfs. Maar dat eeuwige gezaag van die maatschappij ben ik kotsbeu. En daarom ben ik heel gelukkig hier. Heel gelukkig. Een expeditielid is er al voortijdig vertrokken. Jullie hebben Hilde niet voor de groep kunnen behouden, Pascal. Ja, we probeerden haar er wel door te sleuren. Hè? En dan ging het op en neer. En uiteindelijk heeft ze het toch gelaten en heeft ze toch gevraagd om te mogen vertrekken. Omdat het te erg werd. Ze sliep niet, ze at niet. Het is echt een wrak. Erik,
In het dagelijkse leven train jij topmanagers. Je bent gespecialiseerd in groepsdynamica, mag ik het zo wel zeggen. Ja. Hoe analyseer je de groep afgelopen 8 dagen? Daar zitten uiteraard, want dat kan niet anders, een aantal cultuurlagen door elkaar. Daar zitten mannen en vrouwen door elkaar. Je hebt mensen die gaan voor de winst. Je hebt mensen die gaan voor het hebben van een goede relatie met elkaar. En ik denk dat dat die combinatie van die twee een basis is om te winnen, uiteindelijk. 6 dagen geleden is er een basis survival kit bij jullie gedropt. Die hebben jullie tot nu toe nog niet kunnen vinden. En ik weet dat jullie het hebben geprobeerd. Nou, om jullie uit de nood te helpen, heb ik hier deze zak. Dat was hem. Yes. Die mogen jullie meenemen als jullie straks weer teruggaan naar het kamp. Eén van jullie zal er niet bij zijn. Jullie moeten iemand uit jullie midden wegstemmen. Deze is voor jou, Erik. Ook de tweede. Een sneetje voor jou, Kwan. Erik. Het is de vierde stem, Erik. Het is eigenlijk al een uitgemaakte zaak. En ook deze is voor jou, Erik. Lama. En dat is ook voor jou. Erik, neem je afscheid van je kampgenoten en kom met me mee. Dat doe ik. Take care, jongens. Dag Erik. Dag Erik. Dag. De groep heeft gekozen voor snelheid en kracht. Ik ben 62 jaar en ik merkte vooral door dat douwbruggetje klimmen gisteren dat ik te langzaam ben. Ik denk dat Rambo over lijken gaat. Vriendelijk hoor, want hij blijft je vriendelijk af aankijken en vriendelijk glimlachen, maar die gaat over lijken. Ik denk dat Jan het in zich heeft om heel integer te zijn. Of hij het lang volhoudt in de groep, dat zullen we zien. Want ik denk verder dat met mij een stuk ruggengraat eruit gegaan is. Verklaar dat eens nader. Ik heb een soort van leiderschapstijl die gebaseerd is op vertrouwen, op samenwerking, op elkaar alles vertellen en dan naar een doel toe gaan. En dat heb ik proberen uit te delen in het begin. En dat is gelukt. Maar dat je in een week hebt opgebouwd aan teamgeest, aan spirit, aan kom op samen, we doen het. Dat is dan kennelijk door één verloren proef afgebroken. Zo broos is een team wat werkt. Laten we gaan.
Volgende week in Expeditie Robinson werkt Pieter aan een strategie. Het liefst zou ik door willen gaan met Martijn en Gerrit. Ik heb nu zo precies een indruk, ik heb nog nooit gehad, dat ik gewoon geen kracht niet meer over heb. Jan bereikt zijn emotionele breekpunt. En Zuid gaat even uit zijn dak. Ja, yeah, I found my baby. Where's my baby? Ik heb niet zoveel energie als een 26-jarige. Maar ik was elke avond stond de energiemeter op nul. En als je onder de nul komt, dan val je om. Dus dat moest ik zeker niet hebben. Het is een fysiek sterke groep. Waarin ik geprobeerd heb om een bruggetje te slaan naar het stukje sociale gevoel. Ik denk dat de geestelijke bagage, als je dat al zo wil noemen, niet al te groot is.